dat jij tijdens de seks dan wel een Nutella gaat gebruiken. Ik denk echt dat jij dat gewoon... Verdamme, dat gaat me echt net te ver. Ja! Hey, wat leuk dat je er bent! Ik ben Bradley Brabert en als je dat niet weet, dan ben je dan nee. Oh ja, en dit is Pieter de Gans! Hey, hallo, ik ben Pieter de Gans! En Pieter is model. Hij heeft naaktfoto's. Dus ja, klik hieronder. Pieter is één van, ik kan wel zeggen, één van mijn beste vrienden wel. Hè? Ja. Toch? Jawel. Ja. Ik heb stikken. Pieter en ik gaan even testen of wij wel goede vrienden zijn. En dat gaan we doen door middel van een paar vragen die we gaan opschrijven op dit bord. Ik ga hem een bord voor je. Oh, kom. Lekker, grappig. We gaan elkaar vragen stellen. En de bedoeling is natuurlijk dat je een vraag goed beantwoord hebt om te zien hoe goed onze vriendschap is. Als je een vraag fout hebt, is er natuurlijk ook nog een straf. En wat is die straf? Als Pieter of ik een vraag van elkaar fout heeft, dan hebben wij natuurlijk mijn geliefdallige. En als je dus een vraag fout hebt, dan krijg je dat op je gezicht. Oh, dat was niet de afspraak. Dat is wel de afspraak. Super leuk, zeg! Oh. Hey, hoe gaat het met jou? Ja! Laten we beginnen! Begin jij of begin ik? Ik begin. Wat is de voornaam van mijn mama? Oh my god, wat? Ik schrijf hem op stoel. Ik heb echt gewoon gisteren nog een spraakmemo naar je moeder gestuurd. Ja, dat... Ik weet het zeker. Ik weet hem. Echt niet? Ja. Echt niet? 3, 1, Albertine. Toch? Yeah! Ik zat echt zo het schermpje van je WhatsApp zo te bekijken. Albertine. Ik denk dat je deze niet weet. Wanneer was mijn eerste zoen? Hoe oud was ik toen ik voor het eerst iemand getongzoend heb? Getongzoend? Ontgroend. Ontgroend. Ja, jezus man. Hoe oud ben je nu? 21? 21. Jij was laat. Hoezo denk je dat ik laat ben? Ja, gewoon. Hoezo denk je dat ik laat ben? Denk je dat ik... Ja. Denk, was ik geen fixer vroeger toen ik klein was? Dit is echt heel lelijk geschreven. Oké, ik dacht 19. Mijn eerste toezoek toen ik 12 was. Als je goed in mijn video's hebt gekeken, ik heb een video gemaakt met 1 april. 12? Heb ik in een zwembad voor het eerst keer met mijn toenmalige vriendinnetje gezoend. Maar met tong ook? Met tong. 12, hoe dan? 12 jaar. Ja, maar het is niet dat ik al jouw video's bekeken heb. Wat? Vind ik een beetje pizza. Dit is Pieter de Gans. Maar hoeveel mag je smeren? Looks like shit on your face. Kijk hoeveel. Maar jij bent de volgende vraag. Ik heb 1 keer in mijn leven een bot gebroken. Welk bot heb ik ooit gebroken? Oeh, dat is echt lastig. Heb je het ooit verteld? Ik heb hem 100% verteld, ja, dat wel. Ik dat weet. Nee, wacht. Een bot of een plek op je lichaam? Het is echt een specifiek bot. Knie, enkel, arm, been, hand, voet, neus, kaak, sleutelbeen. Nee, ik denk dat jij... Ja, oké. Het is ook een... Het is ook een zangeres. Nee, je hebt het al opgeschreven. Nee, je mag het niet veranderen. Nee, ho. Het is je pink. Nee, je had enkel. Nee. Ja, het was pink. Ja. Nee. Ik ga 100%. Ik had er nog niet. Nee. Het is fucked up. Oké, je had hem goed, maar je had gewoon zin in Nutella. Oké. Lekker. Beetje. Dankjewel. Ja, je krijgt meteen obesitas als je er aan hebt. Nee hoor, Pieter, het komt niet op je broek. Dit is een vraag die je wel zou moeten weten. Kut, sorry. Dus we tellen die als... Ja, die telt. Hè? Ja, is goed. Oké. Hey, oh. Wat? Even. Bijna. Mijn vraag is, bij onze allereerste ontmoeting, dat 2 jaar geleden was, naar welk concert ging ik? Want ik heb met koffie met je gedronken en daarna ben ik naar een concert gegaan met. Dat boeit me toch helemaal niet, man. Moet je goed nadenken. Ik heb sowieso echt een shit memory van. Ik ga ook weer naar een concert toe binnenkort. Want zelf, dit lijkt... Echt? Serieus? Ja. Legt het van me af? Dit is een meisje. Oh! Dit is wel, ja. Ja, maar dit, als dit niet is... Ja. Heb je hem?
Oké, wie heb je opgeschreven? Ik heb Ariana Grande opgeschreven. Het is Ariana Grande. Yes! Je hebt ook een Ariana Grande. Is het Ariana? Ariana. Auw. Maar ik heb hem wel extra versierd. Ja. Is dat bonuspunten? Nee, het is geen bonuspunten. Het wordt 100% Nutella. Oh nee. Ik heb echt een kutlach ook trouwens. Die ga ik ook expres achter elkaar zetten. Ja. Hoe vaak ben ik blijven zitten? Ik weet het denk ik wel. Maar telt groep 2 overdoen ook mee? Ja. Ja. Heb je het gehoord aan het geluid? Wat het is? Ja, ik heb 4 keer blijven zitten. 2 keer? Je bent fucking 24. Oh ja, dat klopt. In de derde klas. Ben je blijven zitten, maar je hebt het ook nog bij je en in de vijfde klas. Ik ben er van school gegaan, toch? Ik ben van de derde naar de vierde gegaan, naar een andere school. En toen in de vijfde ben ik weer blijven zitten. Ja, oké, hè, hier, pak die pot Nutella maar, hè. Nee, niet zeker. Dus. Ja. Oh my god, van mijn neus. Oh. Dat is echt heel kort. De volgende vraag is, wat vind ik het irritantst aan jou? En ook heel eindelijk mag ik het vertellen wat ik zo vervelend vind aan jou. Het is ook echt heel veel wat je hebt opgeschreven. Ik heb één ding opgeschreven, maar het is een hele flinke zin. Ik heb opgeschreven weerwoord / discussie. Dus dat ik altijd ja, er tegenin of gewoon dat. Ik heb opgeschreven, je gaat veel te veel in op een mening van iemand. Het is eigenlijk wel een discussie aangaan en weerwoord geven. Als ik bijvoorbeeld iets vind van, ja, ik ga naar de Primark. Ja, maar daar wordt alles door kinderen gemaakt. Dat is niet goed. Het is goed, oké, het is goed. Ik kreeg dit ook altijd als feedback op school. Op school. Lekker genieten. Lekker lekken en dan likken. Zo, dat is een goeie. Goed, jij bent. Wil jij misschien een likje van mijn neus? Nee. Wanneer ben ik jarig? Welke datum? Ik weet wel welke maand, maar de datum. Ik weet die van jou, denk ik. Fuck, ik zag het al. Ik heb 27 juni. 29 juni. Kut! Ja, het is al goed hier. Pak hem maar. Lekker scheren. 3, 2, 1. Oh mijn god, het is ook echt. Het lekt een beetje, wacht even. Ik denk dat ik ziek ben. Nou, voor jou dezelfde vraag. Wanneer ben ik jarig? Ik denk dus dat ik deze echt wel rook. Ik lek op mijn broek. Oh, eww. Really, I just shit my pants. Ik heb 19 juli. Nou, het is 19 juli. Ja. Yeah. Letterlijk één vraag fout. Hoe dan? Absurd. Absurd. Moet kloppen, want de bel doet het niet. Nee, ja. Wat is mijn favoriete drankje? En dan met... Alcoholisch drankje. Ja, nou, nee. Ik weet het. Vodka peer, maar inderdaad eigenlijk een perenijsje heet het. Maar het is vodka peer. Met? Sprite. Oké, ja, die reed ik goed. Ja, lekker! Wat was mijn allereerste video die ik ooit heb geüpload op mijn kanaal Bradley Bravoort, Bradley Zakwoord Live? Ik ga je nog één hint geven. Het was een soort van dingetje wat in is. Oh, iedereen deed het. Ja, ik heb denk ik fout, maar ik... Als je het goed hebt, hè? Dat zou heel grappig zijn. Ik heb... Cinnamon challenge. Fuck! Het is inderdaad een cinnamon challenge! Oh my god! Bam! Goed gedaan! Oh my god! Het is echt een vriendschap. Oh, het is in je neus! Ja, je ging ook met je vingers in mijn neus. Lekker. Nou, dit was de video van vandaag. Hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal van Pieter? Want Pieter heeft ook een YouTube kanaal. Klik dan eventjes op de link in de beschrijving. Of zometeen aan het einde, want dat is leuk. Een duimpje omhoog, deel de video even met je vrienden. En abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei!